In een loods aan de Galvaniestraat in Middelum heeft de politie zondagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. De politie kreeg rond 16:45 een tip dat er in het pand vermoedelijk was ingebroken. En dat bleek ook uit een ingeslagen ruit en braaksporen. In de loods waren in twee ruimtes hennepkwekerijen ingericht, bij elkaar bijna 600 planten. De planten waren op een grove manier getopt en een aantal lag ook omver. De kwekerij is ontmanteld en vernietigd. De elektriciteit werd niet illegaal afgetapt, maar de elektriciteitsvoorziening was niet veilig. De aanvoerleiding naar de kwekerij was geschikt voor maximaal 35 ampère, terwijl er 63 ampère doorheen ging. Hij was dan ook heel erg warm. Nuon heeft de kabel afgekoppeld. Wessel, een wietkwekerij op de Galvaniestraat in Harlingen. Hoe kwamen jullie daar zo terecht, zo op de zondagmiddag? Ja, nou als altijd zijn Harlingers erg attent, kijken goed om zich heen. En we kregen vanmiddag een melding van passanten die dachten dat er in de loods hierachter was ingebroken. Dat bleek inderdaad ook het geval te zijn. De collega's gingen pols hoog te nemen. En in het pand kijken natuurlijk, is er wat verdwenen, wat is er verder aan de hand, zijn er nog mensen in het pand? Ja, nee, dat was niet het geval. Maar wat ze toen wel aantroffen was een wietkwekerij. Een wietkwekerij met tussen de 500 en 600 planten. En als je die wietkwekerij zo bekijkt, dan zou je zeggen dat de inbraak bedoeld is geweest om de koppen te oogsten van de planten en de opbrengst voor zichzelf te gebruiken. En we zijn natuurlijk razend nieuwsgierig wie dat gedaan hebben. Weten we nog helemaal niks van, maar wie er wat van weet, die mag het tegen ons zeggen. Dus de ene boef, die naait de andere, om het even zo te zeggen. Nou ja, je gebruikt er een ander woord voor, maar daar komt het wel op neer, ja. Klopt. Hebben jullie enig idee van wie deze kwekerij is? Nou, daar gaan we nog een onderzoek naar instellen, want jullie zijn er weer vlug bij, vers van de pers. Dus daar gaan we zeker een onderzoek naar instellen. De politie heeft zondagavond een 41-jarige inwoner van Harlingen aangehouden. Hij bekende de exploitatie van de kwekerij. Er was ingebroken en de opbrengst was gestolen, zo erkende de Harlinger. Hij heeft aangifte van de inbraak gedaan.